RTI Nieuws van woensdag 11 november. Met vandaag. Feest voor jonge mantelzorgers. Nordic Walking voor mensen met beperking. 16.000 prikken GGD. Gisteravond was een feest in Theater Achterom vanwege de Landelijke Dag van de Mantelzorg. Het werd speciaal georganiseerd voor jonge mantelzorgers en dat ging gepaard met diverse optredens, waaronder een rap. Jonge mantelzorgers zijn jongeren die in een zorgsituatie leven. Of een van de ouders is ziek, of een broertje of zusje is ziek, waardoor ze voor extra taken komen te staan en ook dat er extra zorgen in huis zijn. Ja, het is een beetje een vergeten groep, omdat ze zichzelf niet zo melden. Terwijl er wel 1 op de 10 jonge mantelzorgers zijn. Dus vandaar dat we ze ook extra in het zonnetje willen zetten. Want het is wel een groep die het ook heel zwaar heeft, omdat ze zich en heel moeilijk uiten en thuis met een, ja, toch nodige zware taken te maken krijgen. En jong zijn, op school zijn, huiswerk moeten maken. Dus zijn ook heel dubbel belast. Bij dit feest werd de erkenning uitgereikt aan de directeur van Versa Welzijn. Hiermee is Versa Welzijn de eerste mantelzorgvriendelijke organisatie in de regio Gooi en Vechtstreek. Deze welzijnsorganisatie vervult hiermee een voorbeeldfunctie. Nou, het is natuurlijk ontzettend leuk om dat te mogen ontvangen, om meerdere redenen. Wij hebben sinds januari het steunpunt mantelzorg is ook onderdeel van onze organisatie. En dan is het erg leuk dat het werk wat je doet, dat het ook zich eigenlijk terugkomt in het personeelsbeleid. En dat vind ik wel erg bijzonder, heel bijzonder eigenlijk, dat zo'n mooie combinatie is. Nou, we hebben geprobeerd het afgelopen jaar mantelzorg onder de aandacht te krijgen bij medewerkers. We hebben medewerkers in een enquête in laten vullen om daarmee inzicht te krijgen in wie mantelzorgers zijn en wat er dan speelt. En we hebben vervolgens alle leidinggevenden getraind in hoe ga je er nou mee om en hoe ga je dat nou in je werk maken. En vervolgens naar alle mantelzorgers de gelegenheid gegeven om deel te nemen aan een cursus hoe combineer je nou werk en mantelzorg. Er is een visie tot stand gekomen die erg belangrijk is. Nou, je zou kunnen zeggen dat mantelzorg, het steunpunt mantelzorg, was toch niet zo groot. En is het moeilijk om te overleven. Dat is de ene kant. Maar de andere kant is dat wij merkten dat we steeds vaker dingen samen deden. Als je kijkt naar het werk van vrijwilligerscentrale. Als je kijkt naar de mensen die actief zijn bij als vrijwilliger in voor anderen weer. En als je dan ook ziet mantelzorgondersteuning, dan waren dat twee werksoorten die elkaar heel erg aanvulden. Ja, we hebben straks kunnen gebruik maken van een groter centrum dankzij de fusie met Versa. En dat heeft in ieder geval veel voordelen. De mantelzorgers waren erg blij met deze geslaagde dag die zeker volgend jaar terugkomt. Deze week wordt in Nederland de Week van de Chronisch Zieken gehouden. Een van de speerpunten is bewegen voor deelnemers met een chronische aandoening. In dit kader is er vandaag in Hilversum een proefles Nordic Walking gegeven om te kijken of dit voor hen een geschikte bewegingsactiviteit is. Waarom bent u Nordic Walking gaan doen? Ik ben niet aan het oefenen. Huh? Ik doe het voor mijn man mee. En het is heel erg gezellig en leuk. Mag ik u vragen waarom u aan Nordic Walking meedoet? Omdat ik de ziekte van Parkinson heb en dat heel goed schijnt te zijn en blijkt te zijn. Ja? En hoe is het verschil met gewoon lopen en Nordic Walk? Groot verschil. Nordic Walk is veel makkelijker, sneller, langer kun je er ook mee lopen dan gewoon lopen. Dit is veel ontspannender, gaat veel makkelijker. Met stokken loop lekkerder dan zonder. Het evenwicht hè, wat je nu hebt en je hebt veel andere houding wat je rug betreft. Hè. Je gaat anders gewoon sjokken en het is niet goed voor je rug. Ik heb al de verrugproblemen gehad. En nog? Vastmaken. Onderuit. Van onderuit. Onderin. Hè. Ja. Vastpakken. Ja, het is een hele gezellige groep is het.
Je komt en je gaat gezellig met elkaar en daarna ga je weer naar huis. Dat is het hele gebeuren, moet ik zeggen. Ook, ja. Leuk, gewoon leuk. Hele leuke groep. Probeer die zwaai mooi lang te maken. Als de stad groot wordt, wordt je zwaai ook groter, hè? Na de gezamenlijke warming-up die we hebben gedaan, laat ik de deelnemers even op eigen tempo warm lopen. We doen dit op gebied waar wat heuveltjes zijn en waar wat vlakke ondergrond is. En iedereen die loopt op zijn eigen tempo, op zijn eigen niveau. De groep die we net gezien hebben, daar hebben we deelnemers in. Twee deelnemers die Parkinson hebben. De een in een iets verder gevorderd stadium dan een ander. Er zit een COPD-patiënt in, er zit een diabetespatiënt in, er zit iemand in die in de Trappenberg revalideert, die iets aan de schouder heeft. Er zijn mensen met artrose, er zijn mensen met rugklachten. Dus allemaal aandoeningen waarbij je juist moet bewegen, maar in een rustig en verantwoord tempo. Ik ben met deze groep die u net gezien heeft in september begonnen en daar is één deelnemer uitgevallen. En dat was een mevrouw die niet de juiste schoenen aankon, waardoor het in het bos lopen pijnlijk was. Want je krijgt natuurlijk wel boomwortels en dergelijke, dus een wandelschoen met een stevige zool, dat is wel belangrijk. Direct na deze les gaan we weer starten. Met een proefles, een kennismakingsles. En daar hebben zich weer 7 deelnemers voor aangemeld. En dan moeten we maar kijken of we die ook enthousiast kunnen krijgen. Rekko. Mochten er andere kijkers, mensen zijn die geïnteresseerd hierin zijn, u kunt altijd even contact met mij opnemen. Mijn telefoonnummer is 035 621 9353. Ik ben vaak in het bos en niet thuis, maar spreek dan gerust de voicemail in. De Mexicaanse griep heeft ook Hilversum in zijn greep. Niet alleen volwassenen, maar ook kinderen tussen de 0 en 4 jaar behoren tot de risicogroep. Ze kunnen een uitnodiging verwachten van de GGD Gooi en Vechtstreek voor een vaccinatie. Op het Mediapark worden er 23... 24 en 25 november 16.000 mensen verwacht om zich tegen de Mexicaanse griep in te laten enten. Half december kan deze zogenaamde risicogroep de tweede inenting halen. Zaterdag 14 november speelt om 7 uur in Theater Gooiland de voorstelling Tante Patent. Een muzikale familievoorstelling gebaseerd op het gelijknamige verhaal van Annie M.G. Schmid, met talloze fantasierijke decorstukken, requisieten en poppen. Deze succesvolle voorstelling is dit seizoen nog eenmalig te zien. Vraag van de week. Vindt u dat er in Hilversum genoeg gedaan wordt tegen de Mexicaanse griep? Ik denk dat er in de praktijk te weinig wordt gedaan. Er wordt alleen maar massahysterie gecreëerd door de media voornamelijk. Ik ben van mening dat mensen onnodig angstig worden gemaakt of bang worden gemaakt voor de Mexicaanse griep. En ik denk dat dat niet nodig is. Ik vind het allemaal een beetje opgehyped. Ja, dus vandaar.